Vandaag hebben we de zwarte Spider-Man uit 2099 outfit. Laat even een like achter als je tot nu toe elke aflevering hebt gezien. En als dat zo is, dan ben je echt een dikke vette baas. Even kijken of we nog... Oh ja, we hebben zeker nieuwe dingen. Oeh. Hoef ik allemaal niet. Wat moeten we doen? We moeten naar Feast. Oké, ja, vandaag hebben we dus deze super vette suit. Ik moest even schuilplaats voor doen. Ik een vis schuilplaats. Nu zijn echt super easy. Het vechten gaat echt veel beter. Maar ik wil even iets laten zien. En dan wil ik denk ik even naar de Avengers staan. Omdat dat wel een hele hoge toren is. En oh ja, Sable Team is weer helemaal bezig om mij te proberen te doden. Iedereen is bezig. Sterker nog. Oh, ik praat er echt al de hele tijd doorheen. Sorry. Ja, daar is de Sable Team outpost. Oh, ik zie ook weer mensen. Oh, Lucky. Oh, kijk eens even uit, joh. Kijk eens even uit. Kijk, ik zei het toch, ik word door alles en iedereen aangevallen. Oh yeah, let's go. Oké, we gaan naar boven. Dus deze trick had ik gezien. Je krijgt er best wel wat XP voor, maar daarvoor heb je wel die trick perk nodig. Nee. Nee, spin. Nee, spin, man. Ga maar weer even daarheen. Ik weet niet wat je daar deed, maar ja. Zo, kijk. Ga niet naar boven. Oké. En dan zo? Nee. Ik weet het al. Sorry, kijkers. Ik deed het niet, maar ik weet het. Oh, ik ben dom. Here it is, my man. Zag je die dikke spin, jongen? Die was zo mooi. Oké, dat wou ik dus eventjes laten zien. Laten we naar het V-Center gaan. Ja, let's go. Ik heb er zin in. Is er een achtervolging? Oh ja, daar. Ik heb andere dingen te doen. Ik moet op N meepassen. Yeah, boy. Oh ja, dit gebruik ik eigenlijk ook nooit meer. Dit. Ah, dit is wel lekker. Dit is wel lekker. Nou kijk, je kan zeg maar op deze manier heel snel webslingen. Alleen, wat? Alleen het voelt gewoon niet lekker. Zo webslingen voelt niet lekker. Dat voelt niet lekker. Dat springen voelt echt heerlijk. Dat is gewoon heerlijk. Dat is gewoon heerlijk. Oké, Spider-Man, wat doe je nu allemaal weer? Kom met beugel, joh, Spinman. Gast, Spider-Man, wat is er aan de hand, jongen? Weet je wat ook fijn is? Je kan zo dodgen. En dan kan je ook net als je zo, bijvoorbeeld als je zo tegen een gebouw aangaat. Dan kan je even zo. Dat is zo chill. Er zijn zoveel mensen die mij nu haten, jongen. Al die raft escapees. Escapees. Woehoe. Yes. Voelt echt heerlijk gewoon. Zo, hé. Hey. Doe even rustig aan, joh. Attention all units. Ja, snel. Doe je andere kleertjes aan. Dan val je niet meer op. Until Miles gets back, the best thing we can do is keep everyone fed. Oh, Peter, it is so good to see you. How are you? Healthy? I'm good. How are you holding up, May? Good, but busy. Oh, let me go. Oh, there. Devil's breath. I'm okay. Didn't you tell me something once about accepting that I'm human just like everyone else? You and Ben. Masters at turning my own words against me. I am fine, Peter. Just a little rundown. Where's Miles? Hey, devil's breath. Oh, he is. He's off picking up medical supplies from the relief center. It's amazing how quickly we go through antibiotics. Okay. You stay off your feet for a bit. I'll organize the unloading and check in with Miles. Deal? Deal. Give me a chance to nurse my wounded Parker pride. Come on, Miles, answer. Don't make me worry about you and May. Quiet, quiet. So much for a milk run.
bunch of convicts even do this? Looks like an exploding bulldozer. Okay, Miles. Nu vind ik je niet meer zo leuk. Can't turn back. Beast needs those antibiotics. I heard that, buddy. Oh, jij kan hacken natuurlijk. Who's there? Time to move. Getting paranoid. She'll be able to hop that wall. Medical containers in that tent. Oh. This will be easy. Om het glas. Gas. Iodine. But no antibiotics. Katje is echt stil, maar je praat zelf ook keihard. You two, get over here. Ik heb het toch. Always wanted some Manhattan real estate. What was that? This could stop right now. More supplies over there. Need to get past these guys. Waar? Oh ja, nu werkt hij. Ik dacht al, jongen. Ik wist niet waar ik heen moest. Die hacken we. Zo, hey, Miles. Legend. Another supply tent. Ooh. Kids, no antibiotics. Gotta avoid that sniper. Sorry jongen, maar dit is zo tens. More supplies. Lekker, Miles. Miles, ik vind je gewoon cool. Great, be the one. Heb ik je nu gepakt? Perfect. Ja. Nee, heb ik niet gepakt. Is ik ben verder vast. Large. Rhino. Bel Peter Parker. Supply routes and schedules. Now! Yes, get out! Gentlemen, I apologize. My associate is inelegant. He doesn't understand the fine art of persuasion. Stop! Did you not need to see that? Kom op, Miles. Miles blijft gewoon leven. Miles is vet. What was that? Check it. Now. Ik zou snel zijn, maat. Don't think he saw me. Time to get out of here. Whoever it is, it's now. Oké, dus je moet niet snel zijn. Come out! Now!
I do not need this. En dan komt hij nu deze kant. Dat is echt nep. Ja, dan komt hij net natuurlijk weer hier. Ja. No more days. I gotta be getting close to the exit. Net niet. Ja, gast, je had al beter eerder kunnen gaan. Ja! Het is Jason Goose! Ik hate Jason Goose! Miles! To let May know I have these. Alleen niet zeggen op welke manier. Spider-Man. Wel Spider-Man. Give it us, man. Help! Hey, leave him alone! Wel Spider-Man. Big mistake, kid. Ten eerste rennen wel tegelijkertijd. Can't just push people around like that. Or what? Like this? Haha, kid's got guts. Hip squared. Kom op, denk aan wat Spider-Man zei. What the hell's he saying? Not gonna be saying anything in a second. Oh! Lekker! Je moet sneller zijn, lekker man! Whoa. You want a taste? Nah, I'm good, kid. Lekker, Miles! You want a taste? I gotta work on my fight banner. Boeit niet, jongen, dat was echt goed. Miles? Hey, I've been trying to reach you. You okay? Hey, so, don't freak out, but, I gotta fill you in on some stuff. Kom op, ik wil even door met de story. Dit duurde me echt veel te lang. Zo lekker, man. Spider-Man is trots op je. Incredible work, Miles. Stick close to Feast. If the convicts get desperate, they may try to raid the shelter. Way ahead of you. Anything else happens here, I'll let you know. Great. Thanks, Miles. Maar weet hij dat... Nee, dat weet hij toch niet? Figured out Rhino's dat deal. Peter Spiker is. He's attacking Oscorp's relief centers. Yep. I think I know which one he's hitting next. Reports of a possible earthquake and or demolition derby at the Harlem Center. Okay. Let's go, we gaan erheen. You holding up okay? Tired, but hanging in there. We'll get through this. Keep it safe. Dikke dodge! Ik denk dat er dus binnenkort een Rhino Boss Battle aan gaat komen en dan ook een Scorpion Boss Battle. Now reports are coming in that Martin Lee, along with exhibiting freakish abilities like those of you-know-who, has lately seemed to display almost a split personality. Ah!
Zo, hé. Net een raket gedodged. Hé, rustig aan, maat. Zo. Is Rhino hier? Yo, Rhino, maat. Oh, ja. Rhino is hier. Hoi. Ik weet niet hoe ik hem zou moeten doden. Op die manier. Pick on someone your own size, Rhino. There is no one my size. Ja, dat zou ik echt net zeggen. Or maybe we could just talk it out. Rhino, what's with the team up? I thought you were alone. Oké, dat doet hem niks. Beans and eggs. All of life is beans and eggs. Oké, daar kan hij dus ook gewoon tegen. So what's the end for these particular means? Freedom. True freedom. Oké, zo dus. Wat? Hoe krijgen we dat voor elkaar? Hey, laat de man. Oh, ik moet dit ding naar beneden halen. Ik moet ervoor zorgen dat hij eronder komt. Oké, dat is een ander verhaal. Let's go, dan gaat hij ook nog eens in slow-mo. Om voor... Oké, okay, dit doet hem echt helemaal niks. Kijk uit, gast. Kom. Look out, Rhino. Poachers. Got him. Bam, 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 bam. En got him. Okay, Rhino. Let's wrap this up. Ja, gast, kom nou niet zo... met je gekke snotblopjes om mij schieten. Moet ik er op twee letten? Kijk, in de lucht ging het wel. Ik wil ook terug naar de missie, Ayo. Denk je dat ik dat wil? Oh ja, je kan me natuurlijk ook gewoon poisonous geven. Oké, die werkt gewoon zo, maar dan kan Rhino me ook nog gewoon aanvallen. Oké, die hebben we. Ja, oké, die kan ik toch niet dodgen. Ja, gasten, kan je toch geen steen op mijn oogbal gooien? Ik kon er net, schorpioen. Met dik hoofd. Got him! Yes! Ik heb hem! Do you know what Octavius will do if he finds out you failed? I failed? Yes, you freak show! Yes, nu gaan ze tegen elkaar battelen! Nee, vlug nou niet. Lekker voor je. Yes, bel de politie. Oh, dat was gewoon de... Was het nou... Ja, dat was echt de boss battle. Alright, Yuri, that's four down. Just Octavius and Lee left. Yep. Kijkers, ik denk dat we in de volgende video van Spider-Man gewoon de Martin Lee en Otto Boss battle gaan doen en hebben het gewoon uitgespeeld. I'd expect nothing less from the London mayor. Dit wordt gek. Breath to me. One of my best people is on it. Spreek af met MJ. Oké. Ik ga snel voor het verhaal, want ik kan niet. Zo, even kijken of alles nog een kan. Ik kan niet wachten op het einde. Oh, ik denk wel dat het een beetje sad gaat worden. Maar tot nu toe ziet het er niet sad uit, hoor. Spider-Man, ik zou echt trots zijn op mezelf. Met wat je nu hebt gedaan.
If anything goes wrong, I'll call you for backup. Okay. It's risky, but we need that location. Wait for me to get nearby, then make your move. Yup. Oké, yo, deze laatste paar boss battles zijn echt stressvol. Ik denk dat ik ook echt bijna niet kan praten met de Lee boss battle. Lee boss battle lijkt me moeilijker dan de Otto boss battle, eerlijk gezegd. We are here, man. Oké, okay, MJ. I'm a couple blocks away. Let me know if you get into trouble. En dan in één keer, één seconde later. Thanks, Pete. Wish me luck. Okay. Norman's penthouse is on the top floor, but the oh, ik heb hier geen zin in. Hoezo moet nou altijd weer stille dingen zijn? Nee, ik ga met niemand praten. Ik wil voor de story. Maybe I can rile them up to create a distraction. Oh, every second we stay down here, we risk catching that plague. Definitely stay away from the receptionist. Been coughing up a storm. What? They have to let us back upstairs. Ja, wij zijn goed. Ook even deze. Hé, mat. Left my stupid inhaler upstairs. I heard they'll let you up if you claim special circumstances. The health emergency might do it. Really? Come on, let's go talk to security. Why isn't Osborne down here? This sort of thing never happens to him. The mayor and his friends are exempt. Security let one of his biggest donors back upstairs right away. I knew it. It's all one big boys club. Come on. That should do it. Okay. Jerry, get out here. We got a situation. Later. Security room's open. Just need to get to the door without being seen. Everyone, please stay calm. Sable International has nearly finished their sweep. That's what you said an hour ago. Nu gaan we de sneakiness. Tasertje erbij. Sable agents who would love to meet you. Lekker. Copy. Make it a sweep. Yes, nou kunnen we, nu kunnen we iedereen stealth killen. Gotta turn him around. Control, I heard something. Running a sweep. Good boy. I'm sure Sable up elevator controls in the security room. Next to the Sable agent. Boom! Mary Jane Watson? Super spy. Time to unlock this elevator. Laat het alarm afgaan. That did it. Norman's clearing out. And the elevator's unlocked. Time to head upstairs. Zo makkelijk gaat dat. Ja, hou die deur maar open, joh. Penthouse elevator. This is it. Wait! Oh! Ik keep er gewoon rustig in. Norman and Sable, right on cue. Find the alarm technician. But useless button. Mm. Je moet je echt concentreren. Ik stress me echt te veel. Norman's guards have all cleared out. If he's hiding something up here, I'm gonna find it. Zo, hé, zo, als je wordt gepakt, jongen. Scientific journals debating the Spider-Man problem. So weird, there's a whole cottage industry focused on explaining. MJ, Sable presence downstairs just ballooned. I think Norman's being moved. Worried they might spot me. I might have had something to do with that. Keep your distance. I should be okay for now. Mooie kaart. Blueprint for the apartment. Tons of empty space right behind the wall with a family portrait. Who leaves space unused in a Manhattan apartment? I don't know. Diegene. Sorry. Schematics for a prototype combat mask. Looks like it can reveal structural weaknesses. Okay. Nee, ik weet niet of dat nou de moeite waard was om hierheen te gaan, maar... Doors are locked till the system check finishes.
was best wel heel erg crap. Oh, yeah, dit is een keypad lock. Looks like he used Harry's last day as the code. That must be the day Harry left for Europe. Okay. Waarschijnlijk mis ik nu echt iets heel belangrijks. Maar wat? Weten we niet. Hoezo moet het nou zo? We zijn hier echt al 20 minuten binnen. Hoezo moet het nou weer zo? It's the combat prototype from the schematic. Ik moet dat... Weet ik veel dat je dat ook kan doen. Wow, this mask is incredible. Is it showing a door hidden in that wall? I wonder where it leads. Ja, maar dat was onduidelijk. Zo, hé, nee, joh. It's his son farewell. This must be from when Harry left for Europe last year. Why was Norman so dramatic about a trip to Europe? Secret keypad behind the family portrait. Norman must like spy movies. Ja, ik wou net zeggen... Huh? Heeft ze hem al ingevoerd? Norman could be back any minute. Need to find that keypad code. En die was... Norman locked up Harry's room. Wants it untouched for when Harry returns from Europe. What? But where did he put the key? This room smells like... rich people. Wonder if all this wine is from Norman's vineyard in Burgundy. Oh, waarschijnlijk hier achter. Forgot about this. The Osbournes have a coat of arms. And a motto. Pax in bello. Yo, ja, ik moet opschieten, want de Normans komen bijna. Gotta remember that if I ever write a book about all of this. The city's in a state of emergency, but Norman still managed... Hey, Dad. On my way to Dr. Michael's for one last shot before the big trip. Hey, if you're gonna meet me there, could you grab my journal from my room? I just wanted to record some thoughts on the big bon voyage day. anyway. Aw. I know I don't say this enough, but thank you, Dad. You know, for doing this. I love you. Wow. Haven't heard Harry's voice in so long. He sounds so tired. Let's hope that journal is still here. Oh, er zijn zoveel dingen. Gotta check his room. Kan niks klikken? Ja, nu check ik gewoon alles om te klikken natuurlijk. Oh, nu moet ik opeens daarheen. It's locked. I wonder where Norman keeps the key. I think it under this pointing. I used to be so jealous of Harry's family. They were so happy. At least compared to me and my dad. But when Emily got sick, everything changed. Oh man, look at us. We used to be so carefree. I miss those days. Ja, dat heb je ook soms. Dan komen al die herinneringen terug. En dan denk je toch zo van... Oh, die herinneringen waren schitterend. Nou, niet zo, maar... I loved coming over here to watch movies when we were kids. A different world from Queens. Funny how Harry always wanted the opposite. Nothing made him happier than watching cartoons. Norman and Otto. Wow. They look like they used to be so close. What could have ruined a friendship like this? Weet ik niet. Vraag ik me ook af. En deze... Hey, Mom Emily. Ja, maar dit zijn allemaal paintings. Ik zoek voor dingen om te onderzoeken. The prettiest mom at Midtown, but he might have been right. Feels like there's something attached to the back of the frame. Huh? Ja, dat zag je nu. Oh ja, inderdaad. Ik zie het, man. Of vrouw. Hoe weet je dat nou weer? Ze zegt, ik heb het gevoel alsof daar iets achter zit. Ja, natuurlijk. Jij bent geen spin die dat weet. Die maakt het nog even een partijtje moeilijk. This can't be for Harry, can it? Dat zal rough zijn. Harry's journal. His last entry is marked July 18. That must be the code to that room. Mag ik weg? I am saying we should not rush off without a plan. We? You are staying here.
The antiserum's ready, and I'm going to supervise production. You will be completely vulnerable without me. I seem to be completely vulnerable with you. I'm going alone. End of discussion. Keep Team 2 on standby. I'm getting some air. Boze, mevrouw. Keep Cure's ready. He's headed to the lab it's at now. Can you follow? Not without alerting him. Somebody spiked Sable's coffee today. Her men are set on double secret probation alert. Okay, then stay ready. I've almost got the location. The hell was that? Nothing here. Resuming patrol. The hell was that? Hoe zagen ze me daar niet? I see something. Wait! Hoe dan? Can you follow? Not without alerting him. Somebody spiked Sable's coffee today. Her men are set on double secret probation alert. Okay, then stay ready. I've almost got the location. Might have something, Control. Stand by. Continuing sector sweep. Better check it out. Hoezo ga je zo slim van die stairs? Dit is echt 1000 keer slimmer. Oké, July 18. Bingo. Hij hoort je ook echt niet. Snel, snel, snel. Location of the Devil's Breath Lab. Something in this room must be useful. Ja, alles. Wow. Two dingen. Norman wins the fancy map contest. Looks like Norman, huh? Sable troop deployments. There's. I bet I can find the Devil's Breath Lab with this. It must be an Oscorp property with a ton of Sable protection, frequented by Dr. Michaels. Oh, en dan moeten we dingen onderzoeken en dat duurt weer 3 jaar. Norman Osborn. Zo komen we niet verder in de story. Research log. The whole project has gone to hell. GR-27 is a cure, not a disease. But try telling that to the evening news. Somehow, they've picked up the technician's morbid nickname, Devil's Breath, and are using it to stoke hysteria. They have no idea what it's really capable of. A cure for cancer, genetic disorders, birth defects. With just a little more research, I know we could perfect it. Instead, I'll spend the next 18 months on PR mop-up. What a waste of time. Devil's Breath isn't a disease. It's an attempt at a cure. I almost can't believe it. No, maar het is wel zo. Hey, zullen we gaan? Spiders. Is Norman trying to reverse engineer Peter's abilities? Nee. The labels on these cages. Bioelectrokinesis, optical camouflage? What the hell is he trying to create? I don't know. Hij moet iets met die tafel doen. What are these things? Vind het geheime lab, ja. Prototype hand grenades? Wat? Ja, die heb ik toch al gevonden, het geheime lab. Niet zo duur doen. Ja, dan moet ik dit... Looks like a map of the Upper West Side. No. Van Adder, Dr. Michaels leads the Devil's Breath team. Wherever the ant... Wow. So many records facility. Oscorp's going all in on... No. Norman's not crazy enough to keep the anti-serum. A records facility could be perfect cover for the good old Alpha team. Devil's Breath Lab must have a big Sable presence. Should check the patrol routes against Oscorp buildings. Good old Alpha team. Devil's Breath Lab must have a big Sable presence. Should check the patrol routes against Oscorp buildings. Harry and Emily's medical records.
GR-27 was developed to treat them. Devil's Breath is a failed cure for Norman's own family. Okay, serieus, de Mary Jane gedoe begint echt heel repetitive en stom te worden. Serieus, ik vind het gedoe met die Mary Jane interface. Echt heel kut. Good old Alpha Team. Devil's Breath Lab must have a big Sable presence. GR-27, that's the code name for Devil's Breath. This is it. Oh, we should daar naar kijken. Weet ook precies hoe het werkt. I knew it. Tenthan Cathedral, Oscorp's records department. Perfect place to hide a secret biotech facility. Peter! GR-27, Martin Lee incident. What is this? And we are rolling. I will be right next door. Just relax and let the medicine do its work. Baby, don't worry. 这个会这样的。Zit de moeder op de stoel? They started all of this. They created Lee. I have to get this. What? No! Who's there? Hij ging trillen. Ga weg. We have a breach. High alert. Er zitten er twee. Oh, dat is zo'n kut gevoel. I've got the lab location. Hierna ga ik het zeggen wat er is gebeurd voor de mensen die het niet snappen. How far away are you? Two avenues over. Say the word and I'm there. Great. Keep the motor running. Watch your sixes, man. I heard something. Running a sweep. Hoezo schieten ze niet? Are you okay? We'll be in a few seconds. Northwest corner. Hey, you ready? Wait, hold on. It's too late. You're up. Let's go. You are crazy. You're amazing. Zo, hey. Het leek misschien saai. Dat was het ook. Ik denk dat de ouders erbij zaten en dat Martin Lee in de stoel zat. Dat medicijn, wat eigenlijk dus gewoon een ziekte is, heeft ervoor gezorgd dat hij negatief werd. En die hadden dus Otto en Norman gemaakt. Dus Otto en Norman hebben dit allemaal gestart. Harry sick? Norman and Lee and Dr. Octavius? I know. This is all my fault. Hoezo? No, not this song again. You are not alone anymore, Pete. Het is niet jouw fout. You find Norman. You find the cure.
Thanks, partner. Oh, fuck.